Dit is Voetbalgeblaad. Na elke thuiswedstrijd van FC Dordrecht geven onze analisten een samenvatting en analyse van de wedstrijd. Vandaag met Kees Klok en Jan van Nieuwenhoven. Het woord is aan onze deskundige. Jan, wat vond jij nou vanavond van de wedstrijd? Kees, ik heb er een dubbel gevoel over, moet ik zeggen. Want enerzijds ben ik redelijk bedroefd omdat we verloren hebben. Ja, ja, dat is inderdaad wel heel erg jammer. Dat is jammer. En aan de andere kant moet ik zeggen dat als ik kijk naar het tweede gedeelte van de tweede helft, dat ik een flitsend FC Dordrecht heb gezien, wat alleen verzuimde ze kansen te maken. Ja, ja, nou ja, wat mij eigenlijk opviel was dat de eerste 10 minuten... begonnen ze niet overtuigend, nee. Maar ja, je moet altijd een beetje op gang komen. En toen was het ook wel heel jammer dat dat eerste tegendoelpunt viel. Ja. En daarna gingen ze voetballen. En met name in die tweede helft, toen hing de 2-2 in de lucht. Ja, en dan valt er ineens, ja, door pure pech, valt er dan de 3-1. Maar ik vond wel dat we buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd hebben gezien. Het was een op- en neergaande wedstrijd. Ja, flitsend spel. Ja. En ik moet zeggen dat wat dat betreft, ik denk dat AZ net iets beter is geweest in het benutten van de kansen die er waren. Effectiever erin. En die heeft ook wat op de counter zitten spelen natuurlijk. Nou ja, kijk, dat wil ik net zeggen. In de eerste helft zag je dat Dort gewoon moeite had om die flitsende counters van AZ in de vingers te krijgen. Klopt. En daar waren ze natuurlijk van tevoren wel voor gewaarschuwd. Maar dat was echt, AZ deed dat heel goed. Het is natuurlijk toch een beetje een counterploeg, zeg maar. Ja. En in de tweede helft deden ze dat veel beter. Hè, dan zag je ook twee volkomen gelijkwaardige ploegen, waarvan er één gewoon iets meer pech had dan de ander. Want ja, het had voor hetzelfde geld 3-3 kunnen zijn. Het had 3-3 kunnen zijn. En wat ik belangrijk vind is dat, ondanks dat we een nederlaag hebben geleden, dat het toch een aantrekkelijke wedstrijd was. Dat het publiek volop op de banken stond en de ploeg ondersteund heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Overigens, voor mijn gevoel was het helemaal uitverkocht. Met name bij ons op Noord vond ik het. Ja, het was overvol. Ja. Je zag hier en daar zag je een leeg plekje, omdat er nog altijd een seizoenkaarthouder met vakantie is. Maar het was bomvol op de Kromendijk. Ja. En het publiek heeft natuurlijk inderdaad de ploeg goed ondersteund. En dat hebben de jongens ook wel opgepikt, denk ik. Want ja, ze kregen af en toe echt in die tweede helft vleugels. Overigens vond ik in de eerste helft een paar zwakke momenten. Hè, dat ze echt niet die counters in de vinger hadden. Maar ik heb ook wel een paar prachtige momenten gezien dat heel goed verdedigd werd. Hè, die sliding die hier op een gegeven moment. Fantastisch. Dat was echt fantastisch. Ja, jongens, dit is klasse. Kijk, en als je dan realiseert dat waarschijnlijk over 2 weken tegen NAC ook weer Ojo terug is. En dat we mogelijk verdedigend ook Lima weer erbij hebben. Nou, dan denk ik dat we onze vrienden uit Breda een warm onthaal kunnen bieden. Nou, hier. Die zullen best de borst nat kunnen maken. Zeker als Ojo er weer bij is. En Lima is natuurlijk ook weer een aanwinst. Dat is ook heel mooi dat Marco Bogus die terug heeft gehaald. Ja, zeker. En ik denk dat ik denk wel dat AZ natuurlijk deze wedstrijd extra op scherp stond na de afgang tegen Willem II. Ja, 3-0, dat is niet niks. Ja, die moesten natuurlijk ook wat terug. En dat merkte je ook wel aan hun spel. En, maar ik vond echt in de tweede helft, ik bedoel, op een gegeven moment, dan gaat de tijd voort. Dan hoop je op een wonder, hè? Dus dan wordt het de 87e minuut, de 88e minuut. Maar iedere keer hing er een doelpunt voor Dordt. Want precies. Ik heb er toch 2-3... van die kansen genoeg, op echt centimeters langs zien gaan. En dat is toch een beetje het punt waar Dordt misschien zich toch ter harte moet nemen. Ze creëren kansen, maar in het afmaken is het nog wel eens, in het vuur van de strijd natuurlijk, het net iets te slordig is. Maar behalve het eerste doelpunt van Biedere, dat was een prachtig doelpunt. Dat was doelpunt. Briljant. Daar heb ik zo van genoten. Ja, Tot zover onze analyse van deze wedstrijd en de vooruitblik de volgende week. Ja. Wij danken FC Dordrecht voor de gastvrijheid aan de Kromme Dijk en graag tot de volgende keer bij Voetbalgeblaad.